Lieve Kook TV cast, het einde van het seizoen is in zicht. De ultieme gelegenheid voor een Kook TV Final Battle. Deze laatste battle staat helemaal in het teken van de Christmas Spirit. Jullie gaan namelijk geld inzamelen voor een zelfgekozen goed doel. Wie het meeste geld in weet te zamelen binnen 3 uur, is de onherroepelijke winnaar. Wat winnen ze? Coca-Cola zal het bedrag vertiendubbelen. Doe maar. Dag mevrouw, wat vieren wij vandaag? Lekker eten, lekker drinken, met z'n allen, dit gaat alvast. Lekker drinken, vrienden. Ja, Jezus. Brainstorm tijd. Tim, we moeten tegen de frischecks vandaag. Denk je dat dat moeilijk wordt? Nou, ik heb geen idee wat ze gaan doen, maar ik weet wel één ding, Nick. En dat is dat wij het beter kunnen. Ja, absoluut. Wij kunnen veel dingen niet, maar dit kunnen we denk ik wel. Ja, zoveel mogelijk geld inzamelen. Nou, ik moest meteen aan één ding denken. Nou? Een liedje. Wij hebben wel eens eerder een liedje gemaakt. Ja, we hebben 1 keer eerder een liedje, maar dat was meer voor de grap. Het is geen goed idee, nee. Dus we schreven maar gewoon dit liedje, want Nick had toch zijn gitaar al mee. Zo, maar ik denk als we nou gewoon een leuk, kort, krachtig liedje verzinnen of zo. Met een grapje erin, wat een beetje likeable is. Ja. Wij moeten het hebben, wij zijn geen goede muzikanten. Nee. We zijn geen goede zangers. Nee. Maar we kunnen wel leuk en misschien een beetje grappig doen. Dat mensen denken van, ah, geef die jongens een centje. Ja. Toch? Ja, alleen wat, ik bedoel, jij kan een beetje gitaar spelen, maar wat moet ja, ik dan maar die doen? Ligt thuis. Nee, ja, we moeten eerst een goed doel hebben waar we het voor doen. Je hebt toch Resto van Harte, heet dat? En die organiseren 3-gangen-diners voor mensen die eenzaam zijn met kerst bijvoorbeeld. Dat is wel nice. Dat is wel perfect. Allemaal lekker warm met elkaar kerstvieren, daar gaat het natuurlijk om. Nou, daar kunnen we best een liedje op schrijven, toch? Het klinkt als een goed plan. Resto van Harte. Voor hen gaan we dus geld inzamelen vandaag. Coca-Cola gaat het verdrag vertiendubbelen. Nee, maar Nick, ik denk wel echt dat jij gewoon op die gitaar moet gaan pingen. Oké, ik kan die gaan halen, maar dan moet jij de tekst gaan schrijven. Oké. Is goed? Ja, snel. Tot zo. Boah. Au. Sterke jongen. Ik heb wel eens gecollecteerd, hè, en dan is het natuurlijk belangrijk dat je persoonlijk met de mensen in gesprek gaat. Ja, en wij collecteren op een leukere manier, maar ik denk wel dat het nog steeds belangrijk is om de mensen persoonlijk aan te spreken. Dus, we beginnen met de tekst Dag mevrouw. Dag mevrouw, hoe maakt u het vandaag? Het is alweer bijna kerst en dat vieren wij graag. Dit vieren wij graag. Yo. Ik dacht dus, ik heb een gitaar en dit kan ik niet heel goed, maar jij kan drummen. Alleen een drumstel meenemen kan niet, dus ik heb dit gevonden. Maar nu moeten we dus even, hoe is het met jouw tekst? Kan je het eerste deel zingen? Dag mevrouw, hoe maakt u het vandaag? Het is al bijna kerst en dat vieren wij zo graag. Familie en vrienden, gezellig bij elkaar. Lekker eten, lekker drinken en dat weer ieder jaar. Dat vind ik niet slecht. En ik dacht het is toch leuk om ons goede doel er even in te verwerken. Er bestaat een restaurant waar iedereen welkom is. Bij Restaurant van Harte is het voor iedereen kerstmis. Perfect. Oké, jongens, tekst staat, akkoorden staan. Het verhaaltje staat, nu gaan we, dit is de generale repetitie, want we gaan zo meteen optreden. Tim, take it away, voor onze kijkers, first take. Dag mevrouw, hoe maakt u het vandaag? Het is al bijna kerst en dat vieren wij zo graag. Familie en vrienden, gezellig bij elkaar. Ja, we vieren kerst heel graag, elk jaar. Het is al bijna kerst en dat vinden wij zo graag. Resto van Harte, er is een plek voor iedereen. Nee. Dag mevrouw, wat vieren wij vandaag? Jezus. Lekker eten, lekker drinken, met z'n allen, dit gaat alvast. Lekker drinken. Ja, Jezus, wil je nou deze cd kopen? Laat dan even een reactie achter in de comments. Tim, kom op, ik leg een pet neer. Dan krijgen we sowieso veel geld. Kom op, in 3. 2 en 3, 1, 2, 3. Intro. Dag mevrouw, hoe maakt u het vandaag? Het is al bijna kerst en dat vieren wij zo graag. Familie en vrienden met z'n allen bij elkaar. Lekker eten, lekker drinken, ja, dat doen we ieder jaar. Maar mevrouw, zo is het niet voor iedereen, want sommige mensen die voelen zich alleen. Daar kunnen wij met z'n allen toch echt wel iets aan doen. Luister goed, want het kost u geen miljoen. Ja, er is een restaurant waarvoor iedereen een plek is. Bij Resto van Harte is het dit jaar voor iedereen kerstmis. En heeft u nou zoiets, wat een leuk initiatief.
Als u een centje kwijt kunt, vinden wij je heel erg lief. Als u een centje kwijt kunt, vinden wij je heel erg lief. Als u een centje kwijt kunt, als u een centje kwijt kunt, als u een centje kwijt kunt, vinden wij je heel erg lief. Nou, geweldig. Kijk nou eens, wat een gulle gift. Hartstikke bedankt. Mag ik je daar een hand voor geven? Ja. Hartelijk bedankt, Jules. Ja. Hartstikke bedankt. Ja, dankjewel. Welkom. En een fijne dag. Oké. Het gaat goed, jongens. Zo, nou, de tijd zit erop. De buzzer is gegaan. En dat betekent dat het tijd is om te kijken hoeveel geld we hebben opgehaald. Ik denk flink wat, man. Ja, het ging echt lekker, toch? Je was lekker op je gitaar bezig. Ik heb erg mijn best gedaan, maar Tim, dat tekstje. Ik moet zeggen, mensen vonden het echt leuk, hè? Laten we gaan kijken. Goed, al dat geld op tafel. Ja. Hier heb ik nog. Hier briefjes. Ja. Dat mensen gewoon tientjes gaven, jongen. Dat hebben nog allemaal munten. Ja. Tweetjes heb ik hier. Twee, vier. Oeh, echt veel tweetjes ook. We hebben een mooi totaalbedrag. Wat het is, dat hoor je zo meteen natuurlijk. Nee, wacht, er komt nog twee bij. En dit wordt dus nog wat bovenop, ja, toch? Ja, dit wordt nog een veel groter bedrag. Wat gaat Coca-Cola doen? Maar eerst gaan we kijken wie deze battle gewonnen heeft, denk ik. Oké. Okay, op naar de dames. Op naar de Frisch Chicks. Hoi, we zijn nou, weer. Dames, ja. Hoe ging het? Ja, ging goed eigenlijk. We hebben echt super leuke dingen gedaan. Wat hebben jullie gedaan dan? Tanden opgepompt, bij de viswinkel schoongemaakt. Ja, hebben we ook nog gedaan. We hebben eigenlijk heitje voor kwijtje. Oh, die kan ook nog. Maar dan moet je wel een hoop doen om veel geld te verdienen, toch? Ja, maar dat hebben we ook wel gedaan. Ja, wij hebben het heel anders aangepakt, hè, Tim? Ja, wij hebben een lied geschreven. Ja. Een lied? Ja. Ik heb dus een gitaar thuis en Tim die heeft een zeer goed gevoel voor tekst. Dus die heeft een prachtig, nu maak ik misschien niet te veel. Zing even één zinnetje. Nee, dan moet je de aflevering vertellen. Ja. Oké. Jongens, wij hebben voor Jink opgehaald... €61,50! Oké, €61,50. Ja, Tim, nu is het woord aan ons natuurlijk. Ja, jij bent er wel aan lachen. Ja, want wij hebben... Dit bedrag hebben we opgehaald voor Resto van Harte, zodat iedereen een mooie kerstmis heeft dit jaar. En dat betekent dus ook dat dit bedrag keer 10 gaat. Ja, dit bedrag, €870, gaat naar Resto van Harte. Coca-Cola heeft het vertiendubbeld, zodat iedereen een prachtige kerstmis heeft dit jaar. Ja, en dat is dan meteen de afsluiting van deze aflevering. Ja. Vond je het een leuke aflevering? Laat het even weten in de comments. En doe natuurlijk een duimpje omhoog, hè, voor de kerstsfeer, dat is leuk. Hey, maar dames, wij hebben wel gewonnen, hè? Ja, goed. Mag ik een klein applausje voor ons? Oké. Ja, dankjewel. Het is gewoon goed doel. Zullen we lekker oliebollen gaan eten? Ja, lekker man. We hebben ze net gemaakt, hè? Lekker.